Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En vorige keer hebben wij een complete eigen achtbaan gemaakt met behulp van Tim. Maar dit keer gaan we weer oldschool drie achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En het is jullie taak om te kiezen welke achtbaan gaat winnen van de drie die ik heb gekozen. De eerste achtbaan is de Emach. En de Emach. Ik kies de Emach. Emach the Ride. En dankzij Joey, waarvan ik het spel ook heb gekregen, hij heeft een prachtig Winrar bestandje gemaakt. En daarin mag ik dus, hij heeft gewoon heel veel achtbanen gedownload die hij ook heel vet, die er gewoon vet uitzagen. En die heeft hij naar me opgestuurd. Dus bedankt Joey bij deze. En we zitten in de Emach. En dit ziet er heel vet uit. We gaan recht omhoog. En wow. Dit gaat snel. We gingen echt zo. Nou, het zal mij weer eens benieuwen wat deze achtbaan doet met ons. Of dat ons gek maakt, dat weet ik niet. We gaan. Woe! Wow. Nou, dit heeft een lekker vaartje. Oh, dit ziet er mooi uit. Ah, lekker bochie. Wow. Net over die grond. Echt net raakt hij die grond gewoon. Gaaf joh. Kijk dan die hoogte. Kijk hoe hoog we nu zitten joh. Ongelooflijk. Nou, dit is toch wel echt een hele gave coaster. Ja. En een diepe daling. In plaats van een diepe zucht, een diepe daling. Wow. En nog een op het einde joh, jeetje. Oh, dat vind ik heel gaaf. Wow, we gaan vlak langs die baan heen. Dat zag er vet uit op het einde joh. Dat vond ik echt gaaf. Moet je dit kijken, dit is echt een heel gaaf mechanisme. Ik denk dat dit echt wel een keer in een echt pretpark mag worden gedaan. Dat je zo, ja, het karretje komt er zo aan, dan zie je het eigenlijk gebeuren. Daar komt hij al, daar heeft hij wat remmen. En dan maakt hij al zo'n diepe daling. Deze achtbaan had echt veel snelheid. Ik vind het zo'n fantastische coaster al. Moet je kijken, let op. We gaan over de kop. En dan daar gaat hij die remmen doen. Oh, dat is echt gaaf gedaan, joh. Ja, dat vind ik echt cool. Nou, ik neem jullie mee naar de volgende achtbaan. En dat wordt misschien wel een overtreffer. Dat weten we niet. En dat is de Frozen. Let it go! We gaan Frozen achtbaan doen. Ik ben erg benieuwd naar deze achtbaan. En of deze achtbaan ook de eerste kan overtreffen. Want tot nu toe vind ik die eerste wel echt fantastisch gedaan. Maar onze mening kan veranderen. We gaan het zo zien. Wauw, 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 wauw. Holy shit. Oké. Okay. Dit zijn toch wel een beetje de grote projecten, heb ik het gevoel. Wordt het serieus een achtbaan die wordt afgeschoten van hout? Dit is gaaf. Wow! Let it go! Ik ga niet zingen. Wow! Ja, natuurlijk ligt er overal sneeuw. Logisch. En wat een vaart heeft deze, joh. Nog niet zoveel bochten gehad eigenlijk, maar deze is gaaf. Oh! Nu krijgen we weer een rechtstuk. Kijk dat kasteel, jongens. Wauw. En zelfs dat lampje op dat kasteel staat aan. Gaan we nog door het kasteel? Dat zou vet zijn. Nee, denk het niet. Wow. De apart voor een houten achtbaan vind ik dit heel apart. Kijk dan. Ja, ik vind het gaaf om even naar te kijken. Hè? Vanuit de achtbaan. En wat gaat er nu gebeuren? We gaan weer onder de grond. Jeetje jongens, wat een snelheid joh. Oké. Okay. Hele aparte layout. Maar ja, ik ben positief over deze layout. Ik ga even het kasteel kijken. Aha, het is allemaal groen van binnen. Kunnen we in het gebouw. Ja, dit mag je natuurlijk niet zien, dat is niet mooi. Maar wauw. Dit zag er echt gaaf uit. Het was een aparte layout. Hij was heel langwerpig of zo. En nou, dit was zeker een hele mooie achtbaan. Ik ben benieuwd wat die derde wordt. Want de derde wordt namelijk de Poseidon. De Mount Olympus.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Hè? Drie fantastische achtbanen en jullie de keuze om te kiezen. Maar dit wordt echt weer een heel lastige keuze. Soms is het makkelijk en soms is het niet makkelijk. Oftewel, ja, een moeilijke keuze mag ook wel een keer gedaan worden. En dames en heren, we zijn hier bij de Mount Olympus. Zoals je ziet wordt dit echt een hele lastige keuze. Ik bedoel, we hebben die geweldige achtbaan Frozen gezien net met dat prachtige kasteel. De eerste was een spectaculaire layout en echt fantastisch. En nu dus deze Poseidon achtbaan met compleet gethematiseerd ingang. Is het Nederlands? Volgens mij, als ik het... Waar moet ik het... Ja, dit is zeg maar achterstevoren ingang. Gaaf gedaan. Dit is waarschijnlijk door een Nederlander gemaakt dan, denk ik. Daar is er weer ingang, verkeerde kant op. Wat staat daar? Zijn het meerdere achtbanen? Oh, dit wordt lastig. Dan moeten we die volgende keer doen, in de volgende aflevering. Ik ga eerst die Poseidon doen. Want daar gaat het om uiteindelijk. Daar hebben we voor gekozen. Wist ik veel dat er een paar achtbanen waren in één. En kunnen we instappen? Alsjeblieft, ik wil instappen. Ik zit bij het verkeerde perron. Shit. Ja, we zitten erin, denk ik. Kunnen we erin zitten? Ja, daar gaan we. Yeah! In de Poseidon. Fantastisch, al leuk gethematiseerd. Ik zie in de achtergrond nog een achtbaan. Dat komt voor de volgende aflevering. Het gaat nu om deze Poseidon. Ik zie ook een hele grote haai in het water. Oh jee. Beetje piratensetting, heb ik het gevoel. Vind je niet met die bomen en dat zand en die haai? Beetje de Pirates of the Caribbean idee. Maar deze heet Poseidon. Je mag ook niet je handen buiten boord houden, zie ik op de voorkant van het karretje. Recht zo, die gaat, zeggen we dan maar. En dit is natuurlijk de bekende achtbaan. Kijk eens, wat een uitzicht en gaaf hoe wat er aankomt. Woehoe! Hij gaat net niet over de kop. Oh, waar gaan we in, joh? Wow, een hoofd. Wow, dit is die... Oh, gaaf, joh. Beetje Atlantis idee. Poseidon. Wow. Dit is echt... Oh my god. Dit is gewoon niet eerlijk om deze achtbaan ook niet door te laten gaan. Kijk. Wow. Door het water. En daar remt hij ook door af door het water. En we gaan nog een keer door het water. Gaaf joh, alsof het een bootritje is. Ik snap niet waarom die nog een keer door het water gaat. Oké, maar dit is echt heel gaaf. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, want ik moet natuurlijk daar naar het station toe. Oh, het zijn twee stations. Oh, wat grappig, joh. Dat is dan de uitgang en daar is de ingang. Ik vind het echt heel origineel. Wauw. En ook dat gras, wat een werk, joh. Ja, nu weet ik hoeveel werk dat is. Wauw, ik... Nou, jongens. Ah, wat... Ja... Ik vond ze alle drie fantastisch. Ik kan zo moeilijk een keus maken, omdat het gewoon... Ik denk, ja, ik lees het in de comments. Ik heb geen mening. Ik vind het alle drie fantastisch. Dus laat nogmaals weten in de comments wat jullie de beste achtbaan vonden van deze drie. En misschien vond je ze alle drie gewoon vet. En dan zie ik je volgende keer terug, hopelijk bij een nieuwe aflevering. Natuurlijk komt er een nieuwe aflevering, maar ik zie jullie hopelijk weer terug. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doei!